Deze nieuwsuitzending die gaat heten Dag 8 droog en de Heilige Geest. Ja, het is me gelukt. De achtste dag. Ja, het wordt niet over. De supermarkten zijn dicht, zelfs die bij het station. De enige kans op bier van mij is bij de Bulgaren in de nachtwinkel. Ja, dat kost zo'n blik van die lullige, gulpende gladiator. Dus wel aan te bevelen hoor, als je zwaar bier wil, dan moet je dat nemen. De smaak is een 3 of een 4 op een schaal van 1 tot 10, waarbij 10 het beste is. Ja, als je voor de alcohol wil gaan, dan weet je waar je moet, waar je moet zijn. En dat gaan we niet doen. €2,50 voor een halve liter shit, sorry. Nee. Dat deed ik vroeger wel. Zeker als ik dan nog even met Marco een uitzending ging maken. Die uitzendingen die horen jullie niet. Die zijn ook allemaal weggegooid. De laatste uitzendingen met Marco. Ik had hem niet op. Was ik ook zo nuchter als een korhoen. En Marco, die was zoals vanouds in de olie. Ik dacht, ja, nee, dat gaat helemaal nergens over. Maar dan ging ik wel even naar de Bulgaren toe. Even een half litertje halen. Maar dat doe ik vandaag ook niet. Ik zou niet weten waarom. Nee, het gaat lekker. Even voor jullie info, als je zoveel bier drinkt als ik gedaan heb. Dan gaat je darmflora naar de retsmodee. Betekent wel dat bij het ontlasten, dat gaat heel makkelijk. Dat gaat zelfs een beetje te makkelijk. En het spuit eruit. Het hele toilet zit onder de spetters. En vandaag had ik dan eindelijk iets van wat je zegt, dat lijkt me een beetje normaal. Nou, dat kost hem toch een week. Hoor. Het is weer aan het herstellen. Mooi zo. Had ik ook wel verwacht hoor. Niet zo bijzonder. Nou, mijn check is bijna op. Ik ga nog even een checkje draaien. Als die helemaal op is, dan ga ik de asbak schoonmaken. En die gaat in de kast. Voor als er visite komt, dat wil roken. Die wil ook. Ik gebruik die asbak dan niet meer. Ik ben er mooi klaar mee. Ik vind ook zo belachelijk die prijzen van tabak. Kom op zich. Meer dan €20 voor een pakje check. 50 gram ellende. Ik vind het flauw hoor. Hoe die check die kost qua kostprijzen. €2,50 of zo. En wat minder. €1,75. En daar een €10 voor betalen. Nee, daar heb ik geen zin meer in. Ik maak dat geld wel direct over aan de stichting meer bommen op Irak of Syrië. Dan weet ik tenminste dat ik eraan meebetaald heb. In plaats dat het stiekem gaat via de accijns op de tabak. Plus natuurlijk de verhoging, omdat de hele Nederland krijgt een longkanker. Ja, ik dus niet. Maar. Een hoesten, ja. S'morgens een beetje. Het meeste moest ik hoesten van die wiet. Nou, dat doe ik ook al eens 8 dagen niet. Wiet. Ik ook van het hoesten af. En het geeft dus een rotzooi, hè, die shit. Godganse tijd, man. De stofzuiger. Zit ik hier te roken vanuit bed en vooral omdat die check zo theeduur is. Dan rook je ook die laatste kruimels op. Valt er dan allemaal half uit. Ha 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 ha. Wat zijn we daar ook van? Het is een kwestie van wilskracht. Gisteravond, voordat ik ging slapen, toen
heb ik even gebeden. Dat heb ik ook afgelopen week 2 of 3 keer gedaan. Vroeger deed ik elke dag bidden. Elke dag voor het slapen gaan even bidden en dan het hoofdje op het kussentje. Nou, toen was ik 14, 15. Het is toch wel leuk hoor, bidden. Als je weet waar je het over hebt. Hè? Ik zou niet zomaar gaan bidden, je moet even weten wat bidden is. Het is niet zo moeilijk hoor. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam is heilig. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Dat staat in de NBG, in de King James staat, thou will be done as in the heaven. Nee? Thou will be done on earth as in the heavens. Ofzo. In de NBG staat het andersom. Maar dat scheelt niet zoveel. Geef ons heden ons dagelijks brood. Heel goed gebed. Goed verzoek. Je gaat niet vragen aan God van, hey, pleur je even de graanschuur vol, joh. Kunnen we de hele winter eten. Dagelijks. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Hey, maar die is cool. Want inmiddels ben ik dus... Ik ben schuldig. Ik heb 2 jaar lang gesopen. Nou, als dat niet schuldig is, dan weet ik het niet meer. Nou, en ik word dus vergeven in die mate waarin ik andere mensen die een schuld hebben bij mij, ook vergeef. Zoals de moeder van mijn kind, waar ik behoorlijk pist over was. En dat heeft niet zoveel zin. Ik kan wel boos zijn op die vrouw, maar... Ja, wat leidt dat toe? Wat heb ik eraan en wat heeft zij eraan? Want ze luistert toen niet naar mij. Ja, dan gaan we weer verder. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad of het boze. Want u is de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Nou, en dan fantaseer je er wat bij wat je op dat moment te binnen schiet. Ik nam dat als leidraad. En verzocht om kracht. En ja, waar mogelijk, als het kan, als het niet te veel moeite is, kan je een klein beetje helpen, meneer de God. En waarachtig zeg. Vanmiddag gaat mijn foontje over. Belt mijn dochter. Oh. Nee, maar dat is mooi. Dat is wel voor het eerst in 9 jaar, hè? Toen dacht ik, oh jee, er zal toch niet wat zijn? Dat er gedoe met die beurs van haar, hè? Maar dat was helemaal niet. Ze zei, hey pap, ben Nina. Hoe gaat het met je? Nou, er kwam een droom tot waarheid. Nou, kind gaat hartstikke goed. Een leuk gesprek, joh. Hij was ook lekker rustig, was ze. Ze was in Nijmegen. Dus niet bij de moeder. Zou ze ook weer gaan doen? Maar ze had een afspraak met een vriendinnetje. Hier in Arnhem. En dan weer terug naar Nijmegen. Ze stond in de HEMA. Bij de koekjesafdeling. Ook heel lief van haar. En ik haar helemaal trots vertellen. Ja, ik heb het gasfornuis helemaal schoongemaakt. Een tiet werk, man. Ja, vind je het gek? Niet dat ik veel stond te koken, maar... Ja, want als je zoveel bier drinkt, wow, dan interesseert het eten je echt helemaal geen drol. Maar dan toch eitjes bakken, je kent het. Spetteren te spetteren. Alles eronder vet, man.
Nou, die had ik al schoongemaakt. En vandaag heb ik dan... dat ik dan eindelijk normale ontlasting had. Het toilet even aangepakt. En dat viel ook nog wel tegen. Oh, dat is van die, ja, een beetje vies verhaal natuurlijk. Maar ja, het toilet zag er niet echt wit uit. Meer van de banen. Maar dat is allemaal weg. Weer een der, misschien nog een spettertje of zo. Een kniesoor die daarop let, hoor. Ik ben toch een man. Als je mijn toilet binnenkomt, je doet het licht aan, denk je, oh, dat lijkt mij een schoon toilet. Ja, tenzij je heel goed gaat kijken, dan zie je achter het randje, ja, daar zit nog wat. Daar had ik geen zin in, dat komt de volgende keer wel. Al die lege toiletrollen opgeruimd, maar zo zijn we ook weer vanaf. Ah. Ik had hem willen stofzuigen, maar dat heb ik niet gedaan. Morgen is er weer een dag. Hé, hey, top. Ik heb mijn dochter doorgenomen wat ze dan wil eten als ze komt eten. Want als mijn woning schoon is, dan moet ik een beetje mijn administratie op orde maken. Een beetje poen binnen zien te krijgen. Dan ga ik tortilla voor haar maken. Dat vond ik goed van haar. Dan zullen we dat doen. Want ze is in zo'n vega. Nee, ja, vegetar, veggie. Maar niet veganistisch, maar vegetarisch. Een tortilla, dat heb ik heel lang niet meer gemaakt, maar ik weet wel wat het moet. En op internet vind je daar hele leuke recepten voor. Dat zei ze nog. Ja, en dan wil ik dan, hoe heet het kruid ook alweer? Het zijn van die stengeltjes en er zitten geen blaadjes aan en het begint met een K. Het is niet koriander. En dat zei me helemaal niks. Hè? Het begint met een K en het is niet koriander. Maar hoe ziet het er dan uit? Ja, zei ze, van die groene sprietjes, die lange. Ook zeg bieslook. Ja, zei ze. Ja, dat begint niet met een K, dat eindigt met een K. Dat is goed, meis. Moet ze maar op een zaterdag komen, dan haal ik het op de markt. Ik vind bieslook ook lekker. Paprika wilden ze erbij. Ik weet nog niet precies hoe ik het ga doen. Aardappelen koken. Niet te lang. Kleine stukjes maken. En dan die even, ik denk dat ze even gaan bakken. Een beetje bruin aanbakken. Nou, onderwijl dus een lekkere omelet. Nee, dat doe je. Je hebt een grote kom, dan doe je die eieren in. Een stuk of vijf of zo, denk ik. Voor z'n tweeën. En dan die aardappelblokjes erin, lekker helemaal knapperig. En ze wilde de paprika in, dat is ook goed. Dat vind ik ook lekker. Misschien dat ik die paprika ook even ga bakken dan. Maar ik ga even kijken op het internet naar een lekker recept. Beetje knoflook vind ik ook lekker. Oh ja, een curry wilde ze erbij. Nou, dat vind ik ook lekker. Ik heb hier een heerlijke curry. Een Hindoestaanse. Ja, ik kan wel enigszins koken. Niet heel goed, maar. Ja, leuk. En ik had een beetje heisa met een klant. En daar kon ik helemaal niks aan doen. Maar ja, ik kreeg natuurlijk wel de schuld. Maar ik kon er echt niks aan doen. Nou, daar was het ook weer een beetje bedaard. Ik denk, mooi zo. Het zijn hele aardige mensen namelijk. Daar wil ik geen heisa meer. Ja, dat ging ook lekker. Voor de rest heb ik niet veel gedaan. Kleinere dingetjes opgeruimd. Met die jif nog wat bezig geweest. Dat schuurmiddel. En van de werkplankjes schoongemaakt. En morgen is er weer een dag. Nou, zo ga je lekker door. Het is wel fijn hoor, als je zo
Vergeleken met die betroebelde periode van bijna 2 jaar. Even lekker helemaal. Die kiekert, man. Lekker helder. Lekker rustig ook. Niet meer van die spookgedachten in mijn hoofd. Ik ben boos. Ik ben helemaal niet meer boos. Zeker niet nu vandaag mijn dochter heeft gebeld en eindelijk belde. Niet alleen met gefeliciteerd met je verjaardag en ik moet er weer vandoor. Maar hoe gaat het met je? Dat ik een haak kon vragen. Ja, wat heb jij dan allemaal gedaan? Nou, zei ze, ik heb vanmorgen een inhaaltentamen gedaan. Ik zeg, wat? Heb je een onvoldoende? Nee, zei ze. Ik had me verslapen die keer. Oh. Nou, die is vanmorgen ingehaald. Nou, hoe ging het? Wow, zei ze, ik denk wel dat ik het heb. Ik moet toch een beetje werken aan mijn discipline, zei ze. En ze wilde dan gemiddeld een 8 staan. Ja, zei ze, maar ik heb 2 6'en. En dat is moeilijk om daar 8'en van te maken. Nou, dat begrijp ik dan. Heb ik haar nog een complimentje gegeven. Zeg, meisje, wat heb je de lat goed hoog gelegd. Want een 8 is precies waar je naar moet streven. 8 staat op 18. Daar komt het woord 18 naar mijn mening vandaan. Dat is een leuk gesprek. Vertelde ze ook. Ze heeft een hartsvriendin al sinds dat ze 4 is. Moet je nagaan, alweer 15 jaar. Vind ik toch wel leuk hoor. Dat meisje kent natuurlijk ook heel goed. Die heeft die 2 jaar lang elke maandag met mij gegeten. 1,5 jaar. Een leuk kind. Mooi meisje. Die moeder van haar vind ik een beetje Ilk eigenlijk. Die moeder zat nou in een depressie. Maar zei ze, het gaat nu wat beter. En die vriendin die woont nou in Nijmegen. Waar Nina ook woont. En ze hadden afgesproken in Arnhem. Want ze was in Arnhem. Ik zei, waarom is ze dan in Arnhem? Ja, zei ze, morgen is ze jarig en dan viert ze de verjaardag bij haar moeder. En vandaag is ze naartoe om het huis schoon te maken. En dan zei ik tegen mijn dochter, nou weet je wat, dan kom jij voortaan je verjaardag ook bij mij vieren. Dan mag je ook een dag van tevoren komen om schoon te maken. En mijn dochter lachen. Ja, ik ken die moeder. Ik ken dat huis ook. Die moeder die maakt nauwelijks schoon. Opruimen, homen. Is al jaren zo. Dit is al zo, zolang ik die moeder ken. Ach ja, ieder huis heeft zijn kraas. Nou, die moeder kan er ook verder niks aan doen. Is ook in de steek gelaten door de vader of zoiets. Want die moeder heeft die vader de deur uitgetrapt of zoiets. Opgegroeid zonder vader. Dat moet je kinderen niet aandoen. Echt niet. Even voor alle dames, maar doe dat niet. Neem anders geen kind. Of zoals Spinvis zo mooi zei. En nou, er komt een beetje grof taalgebruik. Maar het is poëtisch, want van Spinvis. En die zei zo keurig. Neem dan godverdomme geen kind dan. Maar Spinvis, hè? Zeg ik niet. Ja, ik zei het net wel, maar Spinvis heeft het verzonnen. Ik papegaai alleen maar. Ja, maar serieus, je moet niet doen. Je moet je kinderen niet aandoen. Als jij zo graag de vagina kriebel, een beetje krabben aan de binnenkant, als je dat zo lekker vindt. Maar je bent niet bereid om voor dat kind te zorgen. Ja, dan koop maar een ribbeldildo of zo. Koop dan zo'n goeie met zo'n stekker die in stopcontact gaat. En niet met die batterij, want dat blijft geheikel. Nou, even, ik zeg niet dat ik er ooit zelf een heb gekocht. Maar volgens mij is dat de beste oplossing. Hoor. En dan krijg je geen kinderen van.
Ja, doe dat dan. Of je neemt je verantwoordelijkheid en dan blijf je bij elkaar. Zeker zolang de kinderen nog thuis wonen. Als de kinderen één keer het huis uit zijn en de levenswandel, die gaat. Ja, je kan allerlei scenario's verzinnen waarom je alsnog apart gaat wonen. Maar zolang kinderen nog niet het huis uit zijn, papa en mama bij elkaar. Anders vind ik het kindermishandeling. Punt. Dat vind ik dus ook van die keuze van die moeder om mij even de deur uit te tenderen. Ja, dat is wel leuk voor haar. En heeft ze het huis voor zichzelf. Het was mijn huis. Een huurhuis, maar het is op mijn naam, mijn inschrijvingstermijn verkregen. Want die moeder was net een jaar ervoor verhuisd zelf. Dus die had gewoon een inschrijvingstermijn van... punten of zo, wat het dan. Hè? Nou, dat is het niet meer gekregen. Nou, die moeder heeft een fijn dat huis en mijn opingbed en al die spullen en tiet geld, alimentatie en zo. Zij zit wel lekker hoog en droog, ja. Maar ons kind zat wel even zonder pap. Hé. Hey. Dat is kindermishandeling. En die moeder zou brullen. Ja, jij stelt het belang van het kind boven mijn belang. Dan denk ik, ja, trut. Ik stel het belang van het kind ook boven mijn belang. Dus ook boven jouw belang. Ja, dat lijkt me nogal weer dus ja. We zijn toch de ouders of wat nou? Neem je verantwoordelijkheid en gedraag je niet als een klein kind. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Ja, rot op. Nou, ik ben niet boos of zo. Het is gewoon hoe ik erover denk. Scheiden, dat moet je niet. Het is zo modieus geweest om te zeggen van ja, als je bij elkaar blijft voor de kinderen, dan is dat suf. Nou, ik zou niet weten waarom. Waarom is dat suf? Nou, want ik zal maar zeggen, het vuur is uit de relatie. Ja, vind je het gek? Eerst word je dan verliefd of zo. En dan denk ik, En jarenlang kijk je tegen diezelfde smoel aan. Van je vrouw of je man. Ja. Kijk, alles gaat een keer vervelen hoor. Ook elke dag slagroom eten. Of elke dag bier drinken. Denk je toch op een dag, zoals ik dus, van jeetje, ik hou hem niet op. Boring. Dat was leuk om mee te maken. Ik heb er in die zin geen spijt van. Maar het is niet goed om te doen. Je stopt het toch. Oh ja, en ik heb mijn dochter dus even excuses aangeboden. Ja, ik heb ontzettend veel gesopen en jij bent ervan geschrokken. En dat was de bedoeling. Los ervan dat het überhaupt een stom idee was. Maar zei ik, dat is mijn eigen frustratie, dat is mijn eigen ding en nou, dat heb ik dan gedaan. Maar het was niet de bedoeling dat jij daar de bibber van krijgt. Nou, dat accepteerde ze. Ze zei, nou, respect, dankjewel. En gelijk erachteraan zei ze, ja, en aan de andere kant, ik had het toen, dus 2-3 jaar terug of zo, langzamerhand begon ik meer te drinken. Dus ik had er toen ook wat van kunnen zeggen, maar, zei ze... De vraag is of je er dan op gereageerd had. Dan zei ik tegen haar, nou ga er maar vanuit van niet. Het is mijn weg die ik moest gaan. En laat mij maar domme dingen doen. Maar het is niet de bedoeling om jou daar een vervelend gevoel mee te bezorgen. Dat je je zorgen gaat maken. Ik zei ook nog letterlijk tegen haar, je bent mijn moeder niet. En trouwens, mijn moeder had er ook niet van moeten zeggen... Ja, tussen mij en mijn moeder heeft het nooit echt heel goed gepoterd. En ik denk niet dat dat mijn schuld was, denk ik. Maar zo is dat, denk ik. Mijn moeder en ik zijn... Mijn moeder is heel luidruchtig. Ze moet leuke dingen doen. Heel erg druk. En ze zitten ook aan de drugs, hè. Niet aan de wiet of de cocaïne, maar aan die medicinale drugs...
Want drugs op zijn Amerikaans, Engels, dat is medicijn. Medication. 'S Morgens vroeg begint ze al, joh. Bij het ontbijt gelijk. Huppakee. Nou moet ik zeggen dat ik ook in het weekend, hè, dat is toch weekend, hè, ik krijg allemaal de kleren. Dan werd ik wakker om 10 uur 's morgens op een zaterdag en dan stond er nog een blik bier van de avond ervoor. Had ik iets te ruim ingekocht. Ik denk, mooi zo. Hoppakee. Fris begannen. Dus het is de pot voorbij de ketel. Maar ik ben inmiddels gestopt met drinken. En zij niet met de pillen. Nee, ik ben een volwassen man. En als ik dat soort dingen doe... Kijk, de consequenties zijn voor mij. Punt. In de Belastingdienst bekijk het me. Dus noods ga ik naar de Bijlmerbaaiers. Nou, dat zal wel niet hoeven. Denk ik niet. Maar ze geven me een of andere verplichte arbeidseinsatz. Vind ik ook best. Ik beschik over een uitstekende gezondheid. Ga al jaren niet naar de dokter. Niet omdat ik niet wil, nee, omdat ik helemaal niks mankeer. Dus, dan moet ik naar de dokter gaan van, god dokter, ik mankeer niks. Zou dat wat fout zijn? Ik wil toch even een algemeen onderzoek. Ik vind het zo gek. Nee, ik ga er wel een jaartje of 15 mee, minimaal. En met pensioen, maar dat hoef ik helemaal niet. Ik zou niet weten waarom. Ik werk al. Zeg ik ook meteen aan mijn dochter, van ja, hoe het afloopt, weet ik niet. Mijn financiële situatie is niet zorgelijk. Nee, ben jij ze. Nee, maar mijn financiële situatie is wanhopig. Maar het is toch een zorgzame samenleving. Iedereen stemt lekker links, dankzij die vrouwen. Zo hartstikke links, 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 links. Nou, dan ga ik ook een keer daarvan profiteren, in plaats dat ik alleen maar eraan betaald heb. Dan mag ik even vangen. Dan krijg je niet zoveel, maar ik heb helemaal niet zoveel geld nodig. Dus... Ja, de spullen die ik heb, die zijn me genoeg. Sterker nog, ik heb te veel spullen. Weg met die rotsen. Dat kan ik maar verkopen. Moet ik met al die shit zo die ik niet. Sorry daarover. Moet ik met al die onnoodzakelijke dingen. Die ik toch niet gebruik. Gewoon weg. Maar dat is allemaal stofnestjes, moet je schoonhouden. Bah. Nee. Nee, het gaat lekker. Uitermate tevreden. En mijn checken ze erbij al. Oh, dat heb ik nog. 3 checkjes vandaag. Nee, gaat toppie. Vandaag een paar filmpjes gezien van Jesse Lee Peterson. Oh, wat leuk. Die had een interview met een vrouw en die staat op YouTube. Die heet iets van Boobie. B-O-E-B-I. En die heeft dan ontdekt dat ze toch het liefste met vrouwen. En dan geeft ze seks. Educatie. Via YouTube. Dat mag. Ik gebruik ze allemaal vieze woorden. Als, beffen. Vuisten. Hoe moet je omgaan met een dildo? Je gaat verdienen. En die ging dan op bezoek met Jesse Lee Peterson. Oh, 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 oh. Nou, 15 minuten. Wat ging het nou om? Het ging over transgenderschap. Ja, ik vind het ook helemaal niks. Hè. Mensen die dan beweren van ja, aan mijn lichaam zit 1 penis te veel. Kunt u daar wat aan doen, dokter? Ja, natuurlijk. Ja, die dokter die krijgt de ruimschoots voor vergoed. Die snijdt zo'n penis eraf en een beetje een namaakvagina. Het is met siliconen, denk ik. Zo.
En die schrijft een mooie nota en die gaat naar Obamacare. Zo'n de algemene volksgezondheidsverzekering in Amerika. Ja, die doktoren die lachen zich helemaal in kriek. En Jessely Peterson is, net als ik, van mening dat ja, je kan je penis wel laten amputeren, maar daarbij ben je geen vrouw geworden. Ben je maf? Dan ben je een man met een geamputeerde penis. En je ziet er niet uit als een vrouw, hoor. Dat kan je lekker vergeten. Want vrouwen hebben namelijk de taille ter hoogte van of iets daarboven de navel. En bij de man is de taille, die zit onder de navel. Dan moet je ook een navelverplaatsing hebben. Nou, dat zit niet bij de transgenderoperatie ingesloten. En andere pikante dingetjes, zoals huidvet en zo. Kijk, dat moet je dan moeilijk laten injecteren met extra huidvet als je een vrouw wil worden. Maar ja, misschien dat je dat met oestrogeen kan doen. Stom gedoe. Zei zo, oeh. En toen noemde hij een voorbeeld van een hele beroemde Amerikaanse showbiz figuur, iets met iets van Jennings. Die heeft zich om laten bouwen tot vrouw en hij zegt gewoon, ja, die heette vroeger heette die Bruce. En die noemt hij nog steeds Bruce. En toen werd ze kwaad, joh. Toen stond ze op en zei, dit is afgelopen. En toen stapte ze uit de interviewplek, stapte ze weg. Zo'n stampen door die studio heen. En toen ontdekte ze dat ze haar portemonnee of de mobieltje of zo, die had ze laten liggen in die stoel. Toen kwam ze nog even terug. En heel even dacht hij van kom, ze gaat weer zitten. Nee, ze deed kussen opzij. Pakte dat mobieltje of de portemonnee. Whatever. I am out of here. This interview has ended. Rare trie. Ja, je gaat toch niet bij Jessely Peterson op bezoek als je daar niet tegen kan. Wat is dat nou? Ja. Als je naar een sushi restaurant gaat, dan vraag je er ook niet, mag ik een gebakken lekker bek? Want ik lust geen sushi. Jullie zijn toch een visrestaurant? Ja, een sushi restaurant heb je van die rauwe vis met rijst. Die rare groene bladeren eromheen. Mijn dochter vindt het erg lekker. Ik vind het... moi. Niet vies. Ik heb het zelf nog een keer gemaakt, samen met mijn dochter. Omdat zij dat zo lekker vond. Heb ik die spulletjes gehaald, moet je zo'n matje moet je hebben. Nou, die kleverijs, die maak je zelf wel. Dan heb ik verse vis gekocht bij de gamba. En van die sausjes erbij. Met die ketchup en het andere spul, het groene spul. Het hete. We hebben lekker gegeten die avond. En dan samen klaarmaken. En dan komt zo iemand bij Jessely Peterson. Ja, dit weet je toch. Jessely Peterson is een black nationalist. Hij is geen Afro-American. Nee. Hij is een black American. Want het is een neger. En een Amerikaan. En hij is nationalist. Wat doen al die Mexicano's hier als ze allemaal met de Mexicaanse vlag lopen wapperen? Daar heb je Mexico toch voor? Gaat toch ook niet in Mexico zitten met de Amerikaanse vlag? Ik ben eigenlijk Amerikaan en ik voel me helemaal Amerikaan en dan zit ik in Mexico en dan wil ik mijn identiteit laten tonen. Ja, dat gaat toch niet in Mexico doen? Waarom die Mexicanen dan wel in Amerika? Dat is heel logisch wat Jessely Peterson zegt. Dat is een interessante vent hoor. Totally pro-Trump. Hij noemt Trump the Great White Hope. Hoef ik niet te vertalen in het Nederlands, hè?
En zo'n lesbo met de sekseducatie op het YouTube kanaal, huppeltje pup. Stijverklit.com of zo. Klit is geen vies woord. Clitoris is daar. Ja. En dan een beetje klagen over dat Jesse Lee Peterson zegt. Nou, er zijn twee dingen op deze aarde. De ene heet goed en het andere heet slecht of kwaad. En niks ertussenin. Ben ik helemaal met meneer Jesse Lee Peterson eens. Boos dat ze winnen. Had hij ook nog, dat was een andere. En die had er niet de moeite genomen op. Dat is een sukkel van de vent. Was ook een neger. Net als Jesse Lee Peterson. En die was uitgenodigd voor een interview. Want hij had namelijk een prijs gekregen van Planned Parenthood. Dus die... ik weet niet of je dat kent. Dat is opgericht door... Nou, die naam weet ik wel. Een of andere enge vrouw. Want baas zijn eigen buik. En Jesse Lee Peterson, die denkt er net zo over als ik. Namelijk een eicel dat bevrucht is. Of die bevrucht is. En door een spermatozoïde. Dan denk je, poink. En dan gebeurt er de big miracle, hè. Want die eicel op zich, ja, die leeft niet. Hè? Die vibreert wel een beetje. Het is wel intact of zo. Maar als er geen spermatozoïde in komt tussen dat een eicel gesprongen is. Ja, dan moet er wel tussen binnen 2 dagen of zo. En dan is dat ei, die eicel, dan is het over. En dan stopt die vibrering en dan gebeurt er niks meer. Ja, daarom is een vrouw ook maar een paar dagen per maand, per 4 weken. Vrouwen worden eens in de 4 weken ongesteld. Je bent maar een paar dagen vruchtbaar. Het kan zijn dat als de eicel gesprongen is, dat er dan nog sperma in zit van de avond daarvoor. Dat kan ook nog. Dus je moet een paar dagen voor de eisprong moet je stoppen met... nou, dat zou ik ruim nemen hoor. 5 dagen van tevoren niet. Geen seks zonder condoom. Anders word je zwanger. Maar dan gebeurt het grote wonder. Dat die eicel, als die spermatozoïde erin komt. En dan gaat die eicel in één keer... Dan poep. Het begint gelijk te transformeren. Ja, en dan is het al gebeurd. Dan heb je al een mens. In een heel primair stadium. Het is een mens. Dan moet je niet aborteren. Moet je niet laten afdrijven. Ongezond voor het moederlichaam. Minimaal. En op het moment dat dus die eicel gaat delen, dus eerst heb je dan een 2, dan krijg je de 4, dan krijg je de 8, dan krijg je de 16, dan krijg je de 32, dan krijg je de 64. 128, 212, 1024, 2056. Nee, 2048. En dan ontstaat de blastomeer, dan wordt dat asymmetrisch. Dan heeft het plotseling een achterkant en een voorkant. Voor die tijd niet. Dan heb je ook een bovenkant en een onderkant. En dan wordt die menselijke vorm steeds duidelijker. Hier in Nederland mag je aborteren tot en met 14 of 16 weken. En na 6 weken is er sprake van een hartslag. En een bloedsomloop. En dat betekent dat de hersenen ook nog werken. Ook al werken. Heel beperkt. Maar het heeft wel pijnsensatie. En dan Jesse Lee Peterson, die noemt dus zo'n... Die spreekt niet over een foetus. Nee, dus een ongeboren kind.
En die man die daar op bezoek kwam, die had een prijs gekregen van Planned Parenthood voor het meeste aantal abortussen per week of zo. Dat heet een Planned Parenthood, maar wat ze dus doen, is met name aborteren. Gepland ouderschap houdt dan in van alles wat je niet wil halen we weg en wat er overblijft, het is gepland. Waarom noem je dan Planned Parenthood? Dat wil ik niet. Beetje misleidende naam voor een organisatie. Die hebben honderden vestigingen door Noord-Amerika. Maar die man die wist dus helemaal niks van Jesse Lee Peterson. Die had niet eens even op Google gekeken. Wat een sukkel zit. Hij begon van, ik ben abortionist. Ik verwijder foetussen. En Jesse Lee Peterson die denkt alleen maar, foetus. Ongeboren kind. En dan vraagt hij aan die man, vind je abortus goed? Ja, zei hij, dat vind ik goed. Ja. Het doden van een ongeboren kind, vind je goed? Nee, het is geen ongeboren kind, dat is een foetus. Nee, zei Jesse Lee Peterson, dat is een ongeboren kind. Dat is een spraakverwarring kennelijk. Jesse Lee Peterson mag dat toch een ongeboren kind noemen? Wat is dat nou? Als hij dat zo vindt, en ik vind het ook, is een ongeboren kind. En een ongeboren kind doden, dat vind je dus goed. En die vindt het boos, jongen. Maar die bleef wel zitten. Die stond wel op 2-3 keer tijdens het interview, stond hij op het punt om op te staan. Jij zit... Nog weer. Van die vragen waarin een vooringenomenheid zit of zo. Engelse woord schiet me niet even te binnen. Dat was helemaal niet zo. Het enige punt is, wat hij een foetus noemt, doen Jesse Lee Peterson dat een ongeboren kind. Ja, en dan klinkt het in een heel anders, hè? Ja. Oh, dat die man het moeilijk, hè? Ging hij zichzelf nog tegenspreken ook? Ja, die had niet het makkelijkste interview ter wereld. Nou, zijn eigen stomme schuld. Had hij maar op YouTube moeten kijken of op Google. Had hij het gelijk geweten. En gezegd, nou, dan kom ik liever niet. Inderdaad. Jeetje, wat ging die kerel onderuit zijn. En dingen als, vind ik een stomme vraag. Nou, stomme vragen bestaan helemaal niet. Dat is ook een insinuerende vraag. Of zo. Zo'n vraag als, wanneer heb je voor het laatst je vrouw geslagen? Dat soort dingen vraag je niet. Want dan impliceer je dat iemand dus kennelijk, of dat je een reden hebt om te vragen of iemand zijn vrouw heeft geslagen. Maar dat soort vragen stelt Jesse Lee Peterson helemaal niet. Jesse Lee Peterson is een christen. Hij is ook heel lang is die voorganger geweest. Een of andere kerk. En nu zit hij op de radio, 5 dagen in de week, 3 op de dag. 'S Morgens vroeg, van 9 tot 12. En Jesse Lee Peterson die zei ook nog, ik word zo vaak uitgemaakt voor nigger, dat ik mijn naam ga veranderen in Jesse N. Peterson. wat hebben die linkse lui daar het moeilijk mee, zeg. Met zo iemand die gewoon uitkomt voor zijn mening. Wat is dat nou? En ik ben ook van de Bijbel. In de Bijbel het boek. Ja, maar de Bijbel is heel oud. Ja, cognac ook. Is het daarom slechter dan Beaujolais Primeur? Ik denk die beide dingen, die drink ik dus niet meer. Als je hem toch wil gaan suipen, doe mij maar cognac. Iets dat oud is, wil niet zeggen dat het slecht is. De stelling van Pythagoras is ook alweer 2600 jaar oud. Maar daarom niet slecht.
En de Bijbel is dan nog ouder, maar daarom niet slecht. Zorgvuldig boek hoor, de Bijbel. Het is geen geintje hoor. Ik heb een uitzending gehouden over Immanuel Kant. Die zou ik eens even gaan luisteren als je dat interessant vindt. Over filosofie en zo. Nou, de kritiek der reine vernoemd. Dat is ook een zorgvuldig boek. Maar dat gaat alleen maar over... eigenlijk maar één conclusie. Het weten is begrensd. En alles dat er is, kan je via het theoretische weten niet doorgronden. Wat je zeker weet, is dat er meer is dan je theoretisch gesproken kan weten. Dus maak je ruimte voor een gebied, een kennisgebied, wat je kennis overstijgt, oftewel het geloof. Daarom moest ik dus het weten opheffen om ruimte te maken voor het geloof. Dat is Immanuel Kant. Dat doet hij dan wel eventjes 800 pagina's over. Kijk, daar heb je bij de Bijbel geen last van. De hele Bijbel is, mijn NBG is iets meer dan 1100 pagina's. En dan heb je alles. Inclusief Job en Hosea en Exodus en Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Handelingen, de brieven, Openbaring, Zachariah, Spreuken, Psalmen. Ik vind dat Jesse Lee Peterson helemaal gelijk heeft in het respecteren van de Bijbel. En nou ben ik aan het kijken, Jesse Lee Peterson. Nee, het is een antifa-jongen. Ook een neger. Aan de andere kant. Die ga ik zo dadelijk even afkijken. Ik denk dat dat ook een... dat wordt ook een clash. Ik vind het wel goed van Jesse Lee Peterson. Het is wel politiek en alles. En hij heeft het niet over 9/11 en al die dingen. En hij gelooft in Donald Trump. Amen. We zullen wel kijken van Donald Trump wat hij doet. Ik zag een uitspraak van Donald Trump dat hij zei van ja... En wij lopen een beetje Duitsland en Frankrijk te beschermen tegen de Russen. Ik zou niet weten waarom dat moet, by the way. En Trump had gezegd, ja, wat is dat dan van deal? Zitten wij die landen te beschermen en dan gaan ze miljarden overmaken aan Rusland voor die pijpleiding. Ja. En Trump heeft gezegd, ja, als hier niet wat aan er moet wat aan gebeuren, want dit doen we niet. We gaan niet de regio's beschermen die dan hun vijand, tussen aanhalingstekens, gaat financieren. Wat is dat nu weer? En dan hoop ik maar dat Trump gaat zeggen, nou weet je wat, we trekken al die Amerikaanse legerbasissen, die trekken we terug. Van jullie maar lekker handel drijven met Rusland en kijk maar wat er van komt. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Ik denk niet dat die Russen hier naartoe komen hoor. Daar ben ik niet bang voor. Dat zie ik niet gebeuren. Ik dan hè? Ja, ik ben nog meer van in mijn politieke overtuiging is dat universele geloof, het wereldwijde geloof, het katholicisme, katholiek betekent universeel, algemeen, dat moeten we niet hebben. En ik weet dat Trump, die heeft zich laten fotograferen met kardinalen, bisschoppen, heeft ook nog zo'n optreden gehad samen met Franciscus, paus Franciscus de Eerste. En dan staan ze samen dan voor de camera. Dan moeten ze zo'n fotoshoot. En dan gaat zo Donald Trump met zijn pinkje over de... Dan kriebelt hij de hand van de paus. En dan krijgt hij van de paus zo'n tik.
hou op. Ja, dat vond ik wel komisch. Maar ja, Donald Trump kan ook niet van anders. De paus is erg machtig hoor. Als je kijkt naar de macht op deze wereld, ja, daar staat dus die club van het Vaticaan en dergelijke. Want het is niet alleen het Vaticaan. Er zit veel meer achter. Vergeet Zwitserland niet, hè. Weet je ook gelijk waarom Zwitserland niks gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen de paus bezig was om Duitsland op de knieën te krijgen? Hey, die Schweiz die was alles lekker ding-dong met de koeien, man. Ja, die zijn heel machtig, daar moet je voor oppassen. John F. Kennedy, die heeft dat geweten. Ik weet niet meer hoe die... Een of andere kardinaal, die zat dan in Amerika toen. En het was een gebruik dat hij dan een of andere mis kwam houden op het Witte Huis. En John F. Kennedy heeft gezegd, nou, die kerel hoeft het niet over de vloer. Even later was John F. Kennedy dood. Ze hadden zich mooi vergist in die jongen. Want John F. Kennedy, zijn familie is katholiek. Kennelijk was John F. Kennedy een kritische katholiek. En dat is niet de bedoeling. En ik denk dat Trump dat ook al werd. Zij moet ook een beetje laveren. En daar heeft Jesse Lee Peterson het niet over. Denk ik wel verstandig. Niet te bond maken. Net als Donald Trump. Ja, het was een leuke dag. Oh, vond ik het leuk dat mijn dochter belt. De Heilige Geest. En die klant die, weer kalm. Zo. Ik begreep het ook wel. Hij kon er gewoon niks aan doen. Ik kan mij wel de schuld geven van, ja, jij bent toch degene die het om moet lossen. Nou, ik kan geen ijzer met handen breken. Hier in Nederland zijn ze overal begonnen met spamfiltertoestanden te installeren. Dat is zo ontzettend kinderachtig. Dan moet iedere ontwikkelaar zoals ik dus, en dan moet je maar in allerlei bochten wringen om die mails er doorheen te krijgen. Zou verboden moeten worden. Maar goed, die storm is weer gaan liggen. Mijn dochter heb gebeld. Ik weet dan wat ze wil eten. Ik heb mooi een klusje. Ik moet op internet gaan kijken naar tortilla ideeën. Koken.nl. Receptenboek.nl. Die ook van die filmpjes, die zijn er ook op, zo ook heel leuk. Die kookfilmpjes. Die kijk ik ook wel eens, hè, gewoon voor de gein. Krijg je toch weer een idee van. Dat kan ik lekker gaan doen. En morgen weer een nieuwe dag. Beetje hopen dat ik vanavond op tijd in slaap val. Gisteren was ik zo wakker. Sliep ik pas om 3 uur of zo. 'S Nachts, hè? Dat is te laat. Dat wil ik vannacht. Nou, 10:30. Ik neem nog een paar kopjes thee. Ik kijk Jesse Lee Peterson af. En dan is het bedtime voor Bonzo. Oh, wat voel ik me lekker zo. Maar ik zei ook tegen mijn dochter, ik heb helemaal geen ontwenningsverschijnselen. Maar dat is gek, vind je niet? Helemaal geen delirium tremens. Kotsneigingen of zo. Dat ik roze olifantjes zie lopen. Helemaal niet. En ik heb helemaal geen zin in bier. Ook nog een keer. En bij wiet denk ik alleen maar, ja, dan zie ik weer die koppen bij de koffieshop. En niet dat het onaardige mensen zijn. Maar die koppen, die ken ik inmiddels wel. Haal ik mijn wiet bij die mokro's.
Nou, ze zijn best aardige mensen. En als ik daar binnenkom, die eigenaar, de uitbater, die lacht altijd naar mij. Die vindt me wel aardig. Ja, ik ben een vaste klant. Was een vaste klant. Ik heb er ook een keer wiet gehaald. En dan hadden ze van die... Nou, een shisha of zo. Van die parfummeuk doen ze er dan in. Gadverdamme, wat is dit? De volgende keer dat ik naartoe ging, zei ik, zeg, ik wil graag wiet en niet met die parfummeuk erin. Heet toch shisha? Die eigenaar, zo lachen. Een gewone wiet. Ja, lijkt me een aardige kerel. En van mij mag iedereen wiet roken, hoor. Alcohol drinken vind ik ook best. Ik heb al heel lang geen seks meer gehad, maar als jij seks wilt, dan doe je toch lekker seks, joh. Ik bemoei me niet met een ander, hopende dat een ander zich ook niet met mij gaat bemoeien. Leven en laten leven. Ik ben er niet om de wereld te verbeteren. Ik heb al genoeg omhanden met mijn eigen zielig karma. Oh, wat ben ik in een vrolijke bui. Ja, maar zo is het toch. Laten we eerlijk zijn. Dag 8 zit erop. Dankzij de Heilige Geest. Ga vanavond denk ik weer een gebedje doen. Maak ik er weer een moois van. En dat ik vanavond alleen maar ga zeggen... Nou, dankjewel. Ik ben zo blij... dat mijn neus van voren zit en niet opzij. Toilet is schoon. Morgen stofzuigen. En dan die fijne correspondentie van de Belastingdienst eens even op een rijtje gaan zetten. Ik denk dat ik alles in een grote doos ga stoppen. En dan stuur ik op naar het administratiekantoor. En dan ga ik als een sodemieter aan het factureren. Er komt nog geld aan binnenkort. Ja, 17.000 euro. Een andere jongen die heeft een ongelofelijke schuld met mij. En dan nog 4.000 van een ander. Ik dacht, dat zei hij dan. Volgens mij is dat iets meer. Nou, daar kom ik de zomer wel mee door. Heb ik nog boetes van de Belastingdienst natuurlijk. Die zijn stikzagrijnig. Begrijp ik ook wel. Kijk, ik doe dingen en ik draai op voor de consequenties. AUB. Dus het laatste wat ik wil is dat een ander opdraait voor die stupiditeiten die ik heb uitgevraagd. Daar hou ik niet van. Ik ben geen baby. Ik ben een volwassen vent van 59 met een IQ van 140. En een lever van 1,80 meter bij 3,30 meter. Kennelijk. Nee, laat mij maar gewoon opdraaien voor mijn eigen gevoel. Het is mijn leven, het is mijn keuzes. En met mijn dochter heerlijk gekletst. Babbelde, babbelde, babbel. En ze moest toch lachen. Ik mooi zo, ik moest ook lachen. Maar het gaat de goede kant op. Erg blij. Ik ga binnenkort mijn tante Til bellen. Dan ga ik haar het goede nieuws vertellen. Daar zal ze ook blij mee zijn. Want die hoorde al dat gezeik tussen mij en mijn dochter. Nou, mijn dochter is ook geen heilig boontje. Maar inmiddels is dat... Nou, weet ik ook wat ik... Dus wat mijn aandeel is geweest in die afstandelijkheid. Alleen maar goede berichten. Een goede reden om te beginnen met zuipen, want als je er dan mee stopt, gaat het plotseling een stuk beter met je. Zo'n nummer toch van de lauwe kleren. Fun Loving Criminals. Goede band, maar swingende muziek. You gotta hit rock bottom. Als je helemaal onderin zit, kan het alleen maar beter worden. Ik ben toch nog in leven. Ik heb geen hartkloppingen, ik heb geen maagkrampen. Longkanker ook niet.
En ik hoef ook geen nieuwe bril, dus mijn ogen gaan ook niet achteruit. En mijn gehoor is nog steeds uitstekend. Ik loop nog, eet nog. Zeer dankbaar voor het leven dat mij geschonken is. De rest van mijn leven ga ik alleen nog maar de Heere Heere dienen. Ik ga niks meer voor mezelf doen. Het is mooi geweest. Ik zei dat tegen mijn dochter. Van, als nou die belastingdienst echt heel moeilijk gaat doen. Blablabla, dan geven ze me maar een baantje. Dan ga ik wel werken. Krijgen ze iets onder toezichtstelling of zo? Ik vind het best. Een of ander nominaal inkomentje. Heel weinig natuurlijk. Dat vind ik best. Ik hou helemaal niet van luxe dingen. En ik hoef helemaal niks nieuws. Spullen genoeg, man. Nou, als mijn Mac kapot gaat, ja, dat zal lullig zijn. Ja, dan hang ik wel even aan een probleem. Maar ik krijg die 17.000 nog binnen. En dan nog 5.000 erbovenop. Nou, dan moet ik daar maar een spaarpotje van maken. Voor het geval mijn Mac kapot gaat. Maar die zijn ook niet meer zo duur als vroeger. Alles wordt goedkoper. Qua computers dan. Hè? Dat is wel weer fijn. Misschien als de belastingdienst dan zegt, nou, dan gaan we hem echt pakken. Dan maken we een schoonmaker. Dat moeten ze vooral doen. Dat lijkt me heerlijk. Iedere ochtend om 6 uur op. Ik wil trappeltalen schoonmaken in het lokale bejaardentehuis. Konten wassen vind ik ook goed. Kom ik nog een beetje onder de mensen. En kijken wat er dan weer op mijn pad komt. Want ik weet er vast wel weer wat heel aparts van te maken. En dat wordt vast weer één grote puinhoop. Mezelf kennende. Ja, of niet. Vind ik ook. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren hoor. En ja, dag 8 droog. En de Heilige Geest zegt een hele vrolijke peri tegen jullie. Uit respect. En uit dankbaarheid voor het luisteren, zeg ik. Tjus. En dag lieverds.